Ik eet op mijn gevoel. Als persoon ben ik best een gevoelig persoon, wat soms een nadeel kan zijn, maar ik heb ook ontdekt dat het een voordeel is om te luisteren naar dat gevoel, want eigenlijk geeft het exact aan wat goed is voor jou, wat het nodig heeft. Ik werk heel fysiek en dan wil ik dat mijn lichaam gezond is, dan wil ik dat mijn lichaam stroomt en voeding is daar heel belangrijk bij. Ik voel dat gezonde voeding meehelpt om mijn lichaam ook gewoon gezond en zuiver te houden. Al vrij vroeg voelde ik dat ik anders wilde gaan eten. Dat ik moest luisteren naar wat mijn lichaam vroeg als ik langs iets loop. Dat er heel lekker uitziet, dan geef ik dat aan mezelf. Dan voel ik dat het nodig is op dat moment. Ik geloof van mezelf dat de liefde die ik steek in het klaarmaken van mijn eigen voedsel, dat ik die dan teruggeef aan mezelf. Dat de tijd die ik steek in mijn voedsel eigenlijk tijd is die ik gewoon besteed aan mezelf. Voor sommigen eet ik veganistisch, voor mezelf. Ik wil er liever geen label op plakken, want dat is er niet. Ik eet gewoon zoals ik ben. Ik geloof ook dat iets wat mijn liefde is klaargemaakt, je meer kan voeden. Liefst eet ik plantaardig voedsel, biologisch voedsel. Ik geloof dat je gewoon veel meer binnenneemt dan alleen die voeding zelf. Je neemt de zonnestralen binnen, je neemt de liefde binnen waarmee het is klaargemaakt. Je neemt gewoon de hele omgeving binnen van waar het is gegroeid. Dat is dan ook een van de redenen waarom ik geen dieren eet, omdat deze tegenwoordig niet echt in een omgeving worden grootgebracht waarin het goed voelt.